vind ik het leuk om mensen te bellen. Mensen die mij volgen op Twitter of Facebook. En dat noem ik dan, ja... Thank you, follower. Want dat is het hele mooie concept. Jij volgt mij, Twitter, Facebook, Instagram, noem maar op. En als je muziek maakt, dan bel ik jou op. Want dan ben ik altijd heel erg benieuwd wat voor soort muziek je maakt. En zo heb ik aan de telefoon niemand minder dan Joey Friend. Goedemorgen, Joey. Goedemorgen, Ewald. Hey, ik heb jou al eerder aan de lijn gehad. Ja. Maar nou was mij te oren gekomen dat jij een paar weken geleden een nieuwe single hebt gereleased. Ja, klopt. Ik had een nieuw liedje, Sylvia heet dat. Het is een beetje een midzomeravondliedje. Dat ik een paar weken terug uitgebracht inderdaad en gereleased in Swaf in Horen. Ja. De café in Horen. En dat was heel tof inderdaad. En ik had samen met de baas van Swaf, zeg maar, dat is een vriend van mij, had ik ook een paar liedjes mee gedaan. Want ik schrijf ook liedjes voor anderen. Oké. Okay. Dat was een hele leuke avond geworden. Oké, okay, hoe leef je naar zo'n avond toe? Is dat heel spannend of valt dat wel mee? Ja, het is wel best wel spannend. Het optreden zelf, ja, dat niet echt. Maar daarvoor was de videoclip, die was nog niet helemaal af die dag ervoor. Ah, oké. Okay. Dus 's nachts moest er nog aan gewerkt worden. Dus dat was wel spannend, want we moeten allemaal bij elkaar komen op één datum. Ja. Want de release is dan 1 mei, zeg maar. En dan moet wel alles bij elkaar vallen. Dat was heel spannend, dus daar sta ik wel een beetje over in. Maar uiteindelijk was het toch gelukt, dus de videoclip is nu ook gewoon te zien. Dus je kan gewoon, dat is allemaal goed gekomen. Dus alles, je hebt alles helemaal los kunnen laten die dag, als het goed is? Ja, en daarna even goed slapen. En toen was ik weer. En na het optreden, dan kan je wel alles loslaten inderdaad. En dan... ja, dat was gewoon heel gezellig en goede reacties van mensen, want het was lekker vol was het ook. Oké. Okay. Dus dat was ook fijn natuurlijk. Ja. Ja, als er geen hond komt, dan is dat niet jammer. Nee, dan sta je daar een beetje voor jezelf of zo. Maar dus de reacties, alles wat je gekregen hebt, daar word je wel heel erg blij van. Ja, dat geeft wel goede energie en dat is ook wel fijn. Want je maakt wel muziek, maar als mensen nou niks vinden, dan is het ook weer lastig. Ja, oké. Okay. Je hebt natuurlijk altijd mensen die niet niks vinden, maar tot nu toe zijn er positieve reacties meer dan... Nou, dat is altijd fijn, hè? Hey, maar het nummer heet Sylvia en het is een lekker midzomernummer. Gewoon voor lekkere warme dagen en zo. Maar leg ons eens even uit. Hoe komt dat tot z'n recht? Ja, het was een van mijn eerste liedjes is het. Ja. Dus zat ik in de tuin en ik had afgesproken met een meisje. Maar zij kwam niet opdagen en ik zat met mijn gitaar. We zouden samen gaan jammen. Mm-hmm. Maar toen dacht ik van ja, of ik kan nu... zielen gaan doen en zielen gaan zitten in mijn eentje. Of ik kan een liedje gaan schrijven. Oké, okay. Ja, het laatste is het geworden natuurlijk. Ja, en dat meisje Sylvia. Maar het leuke is, want dat heb ik wel een beetje gevolgd via jouw Facebook. Jij was op zoek naar Sylvia nog steeds, hè? Ja, ik had een Facebook-actie gelanceerd. Dat ik op zoek ben naar Sylvia en waar ontzettend veel reacties op kwamen. Dat had ik niet verwacht. Oké, okay, maar nu de belangrijke vraag, de vragen. Heb je Sylvia gevonden? Nee, helaas nog niet. Nee? Nee. Maar ik ben nog hard bezig aan het zoeken, dus misschien kunnen mensen die nu luisteren ook helpen zoeken. Ja, dat wou ik zeggen. Laten we gewoon even een oproepje doen. Ja. In de videoclip heb ik een tekening over gemaakt, daar lijkt ze een beetje op. Ja. Als mensen dan gaan kijken, dan hoop ik dat ik ooit ga vinden. Maar even de specifieke plaatsen en tijden waar Sylvia toen geweest is? Dat was toen in Horen. Ja. En vlakbij het Pietershof. Oké. Okay, daar heb ik dus voor het laatst gezien. Dus heel belangrijk voor de mensen die nu luisteren. Ben, of ken jij een Sylvia? Neem even contact met ons op. Kan je gewoon op de Facebook doen van Joey. Maar je mag ook even met ons mailen, Kicks Radio. Dus Ben, of ken jij een Sylvia? Neem contact met ons op. Heel belangrijk. Want Joey is op zoek naar je. En nog leuker, Joey heeft een heel nummer over je gemaakt. Toch? Dat is wel een beetje de strekking, hè? Ja, oké. Prima. Dus ik ben hartstikke benieuwd. En ik had een aantal prijsjes verloot. Dus als er straks weer veel reacties komen, dan komt er een nieuwe ronde. Ja. Nou, lijkt me ook spannend. We gaan gewoon net zo lang door tot we Sylvia gevonden hebben. Laten we dat afspreken? Heel spannend. Gaan we dat doen? En dan ga ik ook nog even je nieuwe single draaien natuurlijk. Want daar ben ik ook heel erg benieuwd naar. Hartstikke bedankt. Joey, heel veel succes. En we houden contact over Sylvia, want we moeten haar vinden. Het is heel spannend, maar ik heb er alle hoop in. Nou, ik voel ook. Het gaat helemaal goed komen. We spreken elkaar snel. Dankjewel. Oké. Doeg. Nou, en even genieten dus inderdaad van die nieuwe single van Joey Friend. Sylvia. Nou, speciaal voor jou, Sylvia. Is toch superleuk?